De gemeente Altena is weer gestart met het plaatsen van de bladkorven. Deze worden geplaatst op locaties waar gemeentelijke bomen staan die door bladval voor overlast zorgen. De gemeente verzoekt of u alleen bladafval in de korven wil doen. Takken, stronken, groente, fruit en tuinafval horen niet thuis in de bladkorf. Zo voorkomt u dat de korf wordt verwijderd. Ook zijn takken en ander groenafval moeilijker te composteren en ook is het verwerkingstarief daarvan hoger. Eigen tuinafval voert u daarom af via uw groene container of naar een van de milieustations. De bladkorven worden één keer per week geleegd als ze meer dan de helft vol zijn. Als er door storm of vorst veel blad gevallen is, worden er extra inzamelrondes gepland. Tijdens het dagelijks onderhoud wordt blad opgeruimd waar het gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor het verkeer. Vooral voor fietsers kunnen bladhopen gevaarlijk zijn. Het verzoek is dan ook om geen blad de weg op te vegen. Medewerkers van de gemeente en Mid-Zuid ruimen het overige blad op in drie grote rondes vanaf begin november. Uitgangspunt is dat al het hinderlijke blad op gazons en wegen uiterlijk half december opgeruimd is. Tussen de struiken blijft het blad gewoon liggen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Altena.